Goed, Mark. Ja, vandaag tegen Tech. Helaas een verlies van 3-1. Hoe vond je het gaan? Winderig was het vandaag. En ik denk dat dat een hele grote tegenstander van beide teams was. Konden niet goed voetballen. Tech kan normaal heel goed voetballen. Wij ook wel redelijk. Maar dat is helemaal niet uitgekomen door de harde wind. En ik denk dat het meest gelukkige gewonnen heeft vandaag. Meest gelukkige, inderdaad, de wind was debet aan het niveau van het spel van vandaag. Er zijn zelfs 3 wedstrijden gestaakt vandaag. Uiteindelijk is het 1-1 en volgt een rode kaart. En ja, normaal gesproken zou het dan in ons voordeel moeten gaan werken, maar het werkt in ons nadeel. Hoe kan het in godsnaam? Ja, ik denk dat een aantal jongens van ons dachten van dan kan het wel een tandje minder. En als je op het moment dat je op een tandje minder gaat spelen, dan krijg je hem om je oren. En dat is denk ik het grote nadeel wat wij hier vandaag hebben gehad. En dat heb ik ook in de kleedkamer aangegeven. Dat als je volledig 100% door was gegaan, dan was het denk ik nog steeds een gelijk spel geworden. Dan had je hem niet hoeven verliezen. Nee, en toen volgde de 1-2. Was overigens wel een schitterend doelpunt van Tech. Ja, dat betekent weer opkrabbelen en weer voortgaan naar volgende week. Hoe ga je het, de mentaliteit weer wat opvijzelen van de jongens? Ik denk niet dat het aan de mentaliteit ligt. Ik denk dat we met z'n allen ons stinkende best hebben gedaan. En nog niet helemaal weten hoe we op het veld staan tegen 10 man. Hebben we ook nog niet getraind, maar daar zullen we toch heen moeten. Dat het wat duidelijker gaat zijn. En het allerbelangrijkste blijft dat we die 100% moeten blijven geven. En als dat gebeurt, dan gaan wij nog van heel veel tegenstanders winnen. Duidelijk. Mark, dankjewel voor dit interview en heel veel succes.